Ja, goedemiddag weer en welkom bij Strategic Program Cancer bij de UHD-lezing. Het is mij een echte genoegen om Bart de Keizer te verwelkomen voor de volgende lezing. En hij hoort bij de jonge serie van echt enthousiaste en veelbelovende onderzoekers en ook dokters die 2020 hun UHD hebben gekregen. Bart heeft geneeskunde gestudeerd in Utrecht. Hoe kan het anders zijn, deze mooie stad? En is gepromoveerd, ook in deze tijd, aan de behandeling en diagnostiek van schildklierkanker. Volgens mij een liefde die je niet helemaal hebt losgelaten, die nog tot vandaag bestaat. In het Duits zeg je, alte Liebe rostet niet. Zeker. Dan heb je toch een uitstapje gemaakt, omdat je dacht, nou, nucleaire geneeskunde is wel leuk, maar ik moet nog iets meer leren richting misschien in andere plek, in het Erasmus MC. En kwam weer terug naar Utrecht, omdat juist in Utrecht in 2008 ook een combinatie mogelijk was met radioloog te worden. En ik moet bekennen, nou, alle kleine verschillen ken ik helemaal niet. Ja. Hier heb je ontzettend veel mooi werk verricht en goed onderzoek gedaan. En daarom sta je vandaag hier. Waar je, als ik het goed begrijp, voornamelijk heel veel onderzoek doet, hoe je met kleine stofjes dingen kan aantonen in een lichaam. En wij dat kunnen gebruiken in de kliniek om soms juist de keuzes te maken of iemand in behandeling nodig heeft, ja of nee. Mijn genoegen, mijn eer, the stage is yours. Nieuwe scantechnieken voor beeldgestuurde interventies, Bart. Ja, dankjewel Jurgen. Ik wil jullie vandaag wat vertellen over nieuwe scans die wij onderzoeken en introduceren in het UMC Utrecht en ook in het Prinses Maxima Centrum. En scans die we gebruiken om ziekte goed in beeld te krijgen en daarmee de behandelingen te sturen. En dan wil ik me in dit geval, in deze presentatie, richten op de bijschildklier, de schildklier. De schildwachtklierprocedure en ook een nieuwe scan die we geïntroduceerd hebben voor de ziekte neuroblastoom, een ziekte bij kinderen. Allereerst even kort een introductie van de nucleaire geneeskunde. Wat doen we nou bij de nucleaire geneeskunde? Bij de nucleaire geneeskunde maken we gebruik van radioactieve stoffen die we bij patiënten inspuiten waar we scans mee maken. En dan hebben we verschillende soorten straling die we daarvoor gebruiken. De gammastraling. Daar maken we de ouderwetse scintigrafie mee. En als we daar een 3D-opname van maken, noemen we dat een SPECT-CT. En een nieuwere techniek of nieuwere radioactiviteit die we daar veel voor gebruiken, zijn scans met positronen. Dus radioactieve stoffen die positronen uitzenden. Een bekend voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de fluor 18-FTG PET-CT-scan. En daarnaast hebben we ook radioactieve stoffen die veel hardere straling uitzenden. Dat zijn beta- en alfa-straling. En die stoffen kunnen we gebruiken om ziekte te behandelen. Nou, hier ziet u een voorbeeld van een scanner die we gebruiken voor de detectie van gammastraling. Dus dit is een zogenaamde SPECT-CT-scanner. En wat u ziet is aan de voorzijde ziet u hier de gammacamera's. Dat zijn deze vierkante dingen die aan de boven- en de onderzijde gesitueerd zijn. En aan de achterzijde ziet u een ring, dat is de CT-scanner. En als we dan radioactiviteit bij een patiënt ingespoten hebben, dan leggen we hem neer op die tafel en die gaat dan heel langzaam, schuift hij onder die twee gammacamera's door. En op die manier kunnen we plaatjes maken en een ziekteproces in beeld brengen. Nou, als we dan dat nog beter willen zien, dan kunnen we die gammacamera's rond de patiënt laten draaien. En dat is een proces dat ongeveer een half uur duurt. En dan kunnen we een 3D-beeld van de patiënt maken. Om dan beter te kijken waar die straling zit. En dat noemen we een SPECT-CT-scan. Nou, dit is een voorbeeld van zo'n scintigram. En dus aan de linkerzijde ziet u een voor-achterwaartse opname. En aan de achterzijde dus de achterkant van het kindje. En in dit geval is het een scan met jodium-123 MIBG. En al die plekken die u ziet in het skelet, de wervelkolom, het bekken en de benen en het hoofd, dat zijn uitzaaiingen in het beenmerg. En aan de rechterzijde zag u net de 3D-opname die we gemaakt hadden, ronddraaien, dus de zogenaamde SPECT-scan. Nou, die kunnen we fuseren met de CT-scan. Hier zien we daar een axiale doorsnede en hier een voor-achterwaartse doorsnede. En wat we dan zien is dat naast de activiteit in het skelet, dat we hier ook een tumor zien in de rechterbovenbuik.
En dat is een neuroblastoom in de rechterbijnierregio. Dus dit is een scan zoals we die dagelijks maken in het Prinses Máxima Centrum in dit geval. Het is een oude techniek die heel goed werkt, maar die best wel veel tijd in beslag neemt. Nou, tegenwoordig maken we steeds meer gebruik van PET-CT-scanners, dus stoffen die positronen uitzenden. En die positronen die worden op een andere manier gedetecteerd. De scanner lijkt veel op de scanner die u net zag, maar het verschil is dat je nu niet twee gamma-camera's hebt, maar een ring van detectoren. En dat betekent dat eigenlijk die straling altijd gereconstrueerd wordt in een 3D-beeld. Dus je krijgt altijd een 3D-reconstructie van het gehele lichaam. Verder is het zo dat we die positronen kunnen we veel gevoeliger detecteren dan met de scintigrafie en de SPECT-scanner zoals we die net zagen. En dat betekent, dat is wel 100 tot 1000 keer gevoeliger, dat we eigenlijk als we een PET-scan maken, dat die scanduur vaak veel korter is. Zo'n scan kunnen we meestal in een 10 tot 15 minuten maken. En ook omdat die detectoren veel gevoeliger zijn, zijn die scans vaak veel scherper en sneller te maken. Het is een hogere resolutie, noemen we dat. Nou, dit is een voorbeeld van een FTG PET-CT scan zoals we die dagelijks maken. En FTG, dat is niks anders dan radioactief suiker. En wat u hier ziet ronddraaien is dus een patiënt die dat gehad heeft. En we zien eigenlijk altijd de hersenen heel erg oplichten, want die gebruiken heel veel suiker. Maar in dit geval zien we ook dat rechts en links in de hals allerlei lymfklieren heel erg veel suiker opnemen. En dat betekent dat er lymfklieruitzaaiingen zijn. En in dit geval betrof het een tumor die hier in de keelholte aan de bovenzijde zit, die ook heel goed dat radioactieve suiker opneemt. Nou, op die manier kunnen we heel goed de ziekte in beeld brengen. En de radiotherapeuten gebruiken deze scans om heel gericht de gebieden die actief zijn te bestralen. Met als doel natuurlijk die tumoren te genezen. Nou, dit waren technieken zoals we ze in de dagelijkse praktijk gebruiken. Maar waar ik het met u over wil hebben zijn de nieuwe technieken, de nieuwe scans zoals we die introduceren. En eigenlijk is dat altijd een proces waar we, een multidisciplinair proces. De ideeën voor de nieuwe scans, die doen we vaak op met de klinische collega's van de chirurgie, de oncologie en de radiotherapie. En als we dan ideeën hebben uit de literatuur of toevalsbevindingen, dan komt daarna de volgende stap, dat we met de radiochemici kijken of we die stof kunnen maken, die radioactieve stof. En dan zijn de klinisch fysici van belang te kijken om de scanner optimaal in te stellen. En natuurlijk de laboranten die ervoor zorgen dat de scans gemaakt worden. En die scans die hebben natuurlijk als doel om nog beter ziekte te diagnosticeren, te stadiëren en ook de therapieën te plannen en de follow-up. We hebben daar heel veel wetenschappelijke projecten voor gehad en zijn er nog mee bezig. Ik wil dadelijk een paar voorbeelden geven van scans die we bij de endocrinologie hebben geïntroduceerd. Bij de hoofd-hals-oncologie en als laatste een voorbeeld van een scan die we bij de kinderoncologie hebben geïntroduceerd voor de kinderen met neuroblastoom. Allereerst een voorbeeld van de choline PET-CT-scan voor aandoeningen van de bijschildklieren. Dat is een van de eerste scans die we als eerste in Nederland geïntroduceerd hebben. En fluor-18-choline, dat is een stofje dat normaal vroeger gebruikt werd voor de stadiëring van mensen met prostaatkanker. En een aantal jaren geleden was er opeens een case reportje van een patiënt die had een plekje bij de schildklier. En dat lichtte heel erg op en dat bleek een bijschildklier te zijn, een toevalsbevinding. En op die manier zijn we verder gaan onderzoeken of die choline PET-CT-scan misschien kon helpen bij het detecteren van de snelwerkende bijschildklier. Als je een te snelwerkende bijschildklier hebt, hyperparathyroïdie noemen we dat, dat is een hele vervelende ziekte. Mensen die hebben last van dorst, voelen zich slecht, die kunnen nierproblemen krijgen, nierstenen en botontkalking. En eigenlijk is het een ziekte die heel goed te genezen is. En vroeger was het zo dat dan de chirurg die maakte de hals open, die bekeek alle bijschildklieren en haalde de grootste klier weg. Nou, uiteindelijk zijn we dat met behulp van scans, we proberen dat beter
te sturen, zodat die chirurgie een kleinere operatie kan doen. Nou, vroeger gebruikten we daarvoor de Technetium 99 M60 MibiScan. En daar ziet u hier aan de linkerzijde een voorbeeld van. En op deze, in dit geval, zien we eigenlijk alleen de schildklier oplichten en niet de veel kleinere bijschildklier waar we naar op zoek waren. En deze patiënt hebben we in een studie bekeken of we niet ook met die choline PET-scan wel die bijschildklier kunnen vinden. Nou, dit is dezelfde patiënt. En aan de rechterzijde ziet u hier de oude techniek, de 60 MibiScan. En aan de rechterzijde ziet u nu de nieuwe techniek. En dan zie je heel duidelijk dat er één klein gebiedje oplicht. En dat is een bijschildkliertje van een paar millimeter. En op die manier kunnen we met deze nieuwe scantechniek hebben we bewezen dat we echt heel betrouwbaar die bijschildklieren kunnen identificeren. En daarna vervolgens met een echo opzoeken. En de chirurg kan hem daarna met een hele kleine incisie van 1,5 centimeter... met een minimaal invasieve behandeling verwijderen. Nou, dat hebben we een aantal jaren geleden hebben we onderzocht en geïntroduceerd in Nederland. En inmiddels zijn we 5 jaar later, en dit is net gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, en hebben we onderzocht mede dankzij ons onderzoek is het nu zo dat eigenlijk deze scan in alle ziekenhuizen in Nederland beschikbaar is voor de diagnostiek naar het snelwerkende bijschildklier. Dit is een voorbeeld van een nieuwe scan, een bestaande scan die we hebben geïntroduceerd voor een nieuwe indicatie. Het tweede voorbeeld daarvan is de gallium 68 PSMA scan. En gallium 68 PSMA wordt ook gebruikt voor de detectie van prostaatkanker. PSMA staat voor prostaatspecifiek membraanantigeen. Maar hier aan de rechterzijde ziet u een patiënt waarvan ze eerst dachten dat hij prostaatkanker had. Al die vlekken die je ziet hier in de wervelkolom en in het bekken en hier in de longen, we dachten dat dat uitzaaiingen waren van prostaatkanker. Maar dat hebben we onderzocht met weefseldiagnostiek. We hebben een plek hier in het bekken aangeprikt, hebben dat weefsel bekeken. En dat bleek geen prostaatkanker te zijn, maar dat bleken uitzaaiingen van een speekselkliertumor te zijn. En wat bleek nou? Deze patiënt die had in de voorgeschiedenis, jaren geleden had hij een speekselkliertumortje in zijn neus gehad. En wat u ook hier ziet op deze dwarsopname is dat deze man, die heeft daar een neusamputatie voor gehad. En op die manier zijn we erachter gekomen dat deze scan ook goed zou kunnen werken bij mensen met speekselkliertumoren. Nou, dat hebben we onderzocht. Ook met de patholoog hebben we gezien dat eigenlijk vrijwel alle speekselkliertumoren dat stofje goed opnemen. En dat maakt dat we nu regelmatig deze scan inzetten voor de diagnostiek van mensen met speekselkliertumoren. En het mooie van PSMA is, dat PSMA is een stofje wat we theranostics noemen. Dus je kan de diagnostiek doen met de gallium 68 PSMA PET-CT-scan. Maar als we zien dat dat stofje goed naar die tumoren toe gaat, kunnen we daar ook lutetium 177 aanhangen. En lutetium 177 is een beta-straler. En beta-straling is dus hele harde straling. En daarmee kunnen we dus heel gericht die tumoren in het skelet bestralen door die lutetium 177 PSMA in te scannen. En dat hebben we ook een aantal keren gedaan. En een aantal patiënten hebben daar hele goede stabilisatie van de ziekte op gehad. Nou, dat hebben we onderzocht bij speekselkliertumoren. Maar dat blijkt ook te werken bij schildklierkanker. Hier aan de rechterzijde ziet u weer een FTG-PET-scan. Dus die we normaal maken met radioactief suiker. Die scan kan je herkennen aan de hoeveelheid activiteit in de hersenen zitten. Hersenen gebruiken veel suiker. Maar in dit geval waren er ook meerdere longmetastasen. Al die vlekjes hier in de longen zijn longmetastasen. Dit is het hart, is ook normaal. En deze patiënt die hebben we ook een PSMA-PET-scan gezien. En daar zien we ook eigenlijk dat die longuitzaaiingen, dat die ook heel goed het PSMA opnemen. En ook bij deze patiënten met uitgezaaide prostaat- of schildklierkanker hebben we een aantal patiënten met relatief goed succes behandeld met lutetium-PSMA. Dus dit is ook weer een voorbeeld van een nieuwe scan voor beeldgestuurde therapie. Dit waren bestaande scans met nieuwe indicaties. Maar wat we ook doen is nieuwe scans, nieuwe radioactieve stoffen maken voor nieuwe indicaties. En in dit geval hebben we het over de schildwachtklierprocedure.
De schildwachtklierprocedure, dat is een onderzoek dat we veel doen, bijvoorbeeld bij mensen met borstkanker en melanomen. En dat als doel heeft de eerste drainerende klier van een tumor te identificeren. Als een tumor uitzaait via de lymfe, dan gaat het via het lymfestelsel naar lymfeklieren toe, via baantjes, lymfebanen. En het is vaak zo, meestal zo is dat als het uitzaait, dat al de eerste klier, de schildwachtklier, aangedaan is. En die schildwachtklier kunnen we goed opsporen met technetium-99m. En wat we dan doen, is we spuiten dat in rondom een tumor en we maken scans. En dan op een gegeven moment zien we die radioactiviteit in een lymfeklier zitten. En die lymfeklier kunnen we daarna identificeren. Dan zetten we met behulp van een camera een plekje op de huid. En de chirurg die kan daarna met een proop die radioactiviteit opsporen. En met een kleine incisie kan hij die lymfeklier eruit halen en onderzoeken of er wel of niet een uitzaaiing zit. Nou, dat is een procedure die we meerdere malen per week doen. En dat doen we ook bij mondholtetumoren. Maar als we dus mondholtetumoren hebben, dan hebben we in dit geval is het een tongtumor, dan hebben we soms last van het shine-through fenomeen. Dus dit is een scan met technetium, waarbij we hier aan de linkerzijde in de tong rondom een tumor radioactiviteit gespoten hebben. Maar met de oude techniek, met de technetium scan, de scintigrafie, hebben we soms last dat die injectieplek de omligging overstraalt, noemen we dat. En dat maakt dat die plek groter lijkt dan dat die radioactiviteit eigenlijk is. En dat we soms niet goed kunnen zien of er lymfeklieren dichtbij die injectieplek, of daar wel of niet radioactiviteit in zit. Nou, toen zijn we op het idee gekomen om die technetium te vervangen door gallium-68. En dat in studieverband te onderzoeken. Dus dit is een voorbeeld van een patiënt die eerst een technetium SPECT-CT had gehad. Dus hier een tumor in de wang aan de rechterzijde. En daar hadden we meer last van dat die radioactiviteit echt onder de kaak alles overstraalde. En dezelfde dag heeft die patiënt ook nog een keer een onderzoek gehad met een gallium-68, tilmanocet PET-CT. En wat je hier heel goed ziet is, dus dezelfde patiënt, dat we daar onder de kaak aan de rechterzijde niet goed kunnen zien of daar een lymfeklier zit. Maar met de nieuwe techniek zien we heel duidelijk dat er toch een klein lymfekliertje zit. En dus op die manier kunnen we veel beter in beeld brengen wat de mogelijke schildwachtklieren zijn. Een belangrijk voordeel is ook dat die PET-CT-scan die u hier aan de rechterzijde ziet, dat is een scan die kunnen we in 4 minuten maken, terwijl die scan aan de linkerzijde 1,5 uur duurt. Dus voor de patiënt is het ook nog een keer prettiger. Nou, dit is weer een voorbeeld van een patiënt die we in die studie behandeld hebben. En wat we hier aan de bovenzijde zien is een SPECT-CT met hier een enkele hotspot onder de kaak aan de rechterzijde. En als we de onderzoek herhalen met gallium-PSMA of gallium-tilmanocept, dan zien we dat dat niet 1 hotspot is, maar dat het eigenlijk 2 lymfeklietjes zijn. Dus die techniek, die PET, is veel gevoeliger. En daarmee kunnen we dus veel beter die lymfeklieren en de schildwachtklieren in beeld brengen. Die PET-techniek is zo goed dat we nu voor het eerst ook de lymfebanen in beeld kunnen krijgen. Dus hier ziet u weer een patiënt met een tumor in de tong aan de linkerzijde. Dan ziet u hier een streepje met radioactiviteit die heel precies loopt naar een lymfekliertje in de hals aan de linkerzijde. Dus dan weten we met grote zekerheid dat de lymfeklier links, dat de schildwachtklier is. En we zagen ook nog een tweede baantje dat meer naar beneden liep. En dat is een andere lymfeklier. Dus in dit geval hebben we een patiënt bij wie we door deze techniek met zekerheid kunnen zeggen wat de lymfeklieren zijn en waar ze zitten. Die studie loopt nog en daar gaan we nu nog mee door. En ik wil nu door naar de volgende scan die we geïntroduceerd hebben. En dat is een scan voor neuroblastoom. Neuroblastoom, dat is een kindertumor. En dat is de meest voorkomende kindertumor, solide tumor bij kinderen. En we zien totaal ongeveer 30 nieuwe patiënten per jaar in Utrecht in het Prinses Maxima Centrum. De kinderen zijn vaak jong, meestal onder de 10 jaar. En de meeste kinderen zijn zo rond 2 tot 4 jaar. En het is een tumor die eigenlijk een vrij slechte prognose heeft. Als je een hoog risico neuroblastoom hebt, heb je ongeveer 50% kans dat die kinderen uiteindelijk aan die ziekte overlijden. De tumor ontstaat
in de, wat we dan de grensstreng noemen. Eigenlijk het merendeel van de tumoren zit in de buik. En heel vaak betreffen de tumoren uitgaande van de bijnieren. Nou, omdat het een tumor is die heel agressief kan zijn, is het van belang dat we die tumor goed in beeld brengen. En wat we daarvoor gebruiken is de Yodium-123 MBBG-scan, scintigrafie. En wat we hier aan de linkerzijde ziet, is dus een scan bij diagnose. En dan zie je dus dat heel uitgebreid activiteit zit in de armen, in de buik en in het bekken en in de benen. En in de loop van de tijd zien we dat die activiteit, hè, dus elke keer krijgen ze chemokuren en dan kijken we, nou, slaat de therapie aan, dan zien we dat die activiteit afneemt in de benen. En uiteindelijk zien we in dit geval gelukkig dat die scan schoon is. En dit is een patiënt, dit is een scan van een paar weken geleden. En die eerste scan is van 4 jaar geleden. Dat is vaak een hele intensieve behandeling die kinderen krijgen. En ik heb van de week nog even geteld hoeveel MBBG-scans dit kindje gehad heeft. En dat is in die 4 jaar dat zij bij ons onder behandeling is, heeft ze 17 keer dit onderzoek gehad. Dat is een behoorlijke belasting voor die kinderen en de ouders. Hier ziet u de structuurformule van het Yodium-123 MBBG aan de linkerzijde. En ook even de nadelen van de scans, waarvan wij dachten van, nou, dat kan beter. Die MBBG-scans hebben een suboptimale resolutie. Het duurt eigenlijk best lang voordat we die scans helemaal gemaakt hebben. Vaak meer dan 90 minuten. En dat betekent eigenlijk, omdat die kinderen zo jong zijn, dat eigenlijk heel vaak hebben we narcose nodig om die scans te maken. Als we een 3D-opname maken, SPECT-CT, is daar het field of view 40 centimeter van. Dus dan moeten we altijd kiezen van, nou, zijn we geïnteresseerd in de schedel, in de buik of toch de benen. We moeten er altijd een keuze in maken. Het Yodium-123 MBBG, dat is een stofje dat we een dag voordat we de scan maken inspuiten. Dus dat betekent dat die mensen 2 keer naar het ziekenhuis moeten komen. Verder is het zo dat er radioactief Yodium-123 in het MBBG zit. En dat kan mogelijk slecht zijn voor de schildklier. Dus we geven ook eigenlijk altijd medicijnen aan die kinderen om te voorkomen dat het Yodium-123 in de schildklier opgenomen wordt. Nou, dat zijn een aantal nadelen. En we dachten van, nou, als we daar een PET-techniek voor introduceren, kan dat vast beter. En we hebben van Kika geld gehad om dat te onderzoeken. En we hebben met behulp van de radiochemici, in dit geval Alex Poot, hebben we fluor 18 MFPG kunnen maken. Nou, dat heeft voordelen van de PET-scan. Dat is een hogere resolutie, snellere scan. Bij de patiënten die we gescand hebben in onze pilotstudie bleek dat we het merendeel van de patiënten die normaal narcose nodig hebben voor zo'n scan, zonder narcose hebben kunnen scannen. We krijgen een 3D-onderzoek van het gehele lichaam. En het is zo dat we die scan een uur nadat we toegediend de radioactieve stof toegediend hebben kunnen maken. En er zit geen Yodium-123 in, dus hoeven we ook geen schildklierbescherming toe te passen. Nou, dat is allemaal voordelen. We hebben die stof gemaakt en ook al getest in een aantal patiënten. En hier ziet u een voorbeeld van zo'n scan. Aan de linkerzijde ziet u de oude techniek. En wat u ziet is dat het een beetje ruizige scan is. Maar je ziet wel dat er afwijkende gebieden zijn in de wervelklom en hier in de buik aan de linkerzijde. Dus die scan werkt goed. Maar als we dat dan vergelijken met de nieuwe scan, de MFVG PET-scan, zien we eigenlijk dat een veel scherper beeld is. We kunnen veel preciezer die ziekte in beeld brengen. En soms zien we ook extra plekjes, bijvoorbeeld hier in het onderbeen aan de bovenzijde, die we niet met de MIBG-scan opgepikt hadden. Een ander voorbeeld. Dit is een kindje van 1 jaar. Dat we zien we aan de linkerkant het oude onderzoek met ook wel afwijkingen. Dus hier een tumor in de linkerbovenbuik, die we eigenlijk met de nieuwe techniek veel beter in beeld kunnen brengen. Veel scherper. En als we dan de 3D-opname bekijken, dus hier de PET gefuseerd met de CT-scan, dan zien we ook een paar kleine andere plekjes. Dus hier ligt er ook iets op in de bekkenvleugel aan de linkerzijde. En als we de wervelkolom uitdraaien, zien we dat er ook een aantal wervels aangedaan zijn. En dat kunnen we met de nieuwe techniek kunnen we dat beter zien dan dat we met de oude techniek van vroeger kunnen. In een fractie van de tijd. Nou ja, samenvattend heb ik u wat voorbeelden gegeven van hoe wij scans onderzoeken en introduceren voor beeldgestuurde interventies. En dat zijn soms bestaande radioactieve stoffen die we voor nieuwe indicaties gebruiken.
Maar we hebben dus ook met ons team hebben we nieuwe scans, nieuwe radioactieve stoffen geïntroduceerd voor diagnostiek. Hè, wat ik u heb laten zien voor de schildwachtklierprocedure en voor de detectie van neuroblastoom. Dit is wat we gedaan hebben. Er zijn nog heel veel ideeën en onderzoeken die in de voorbereiding zijn. We zijn bezig met een vervolgstudie van de mondholtecarcinoom, dus de tongtumoren. Om te kijken, om te bewijzen dat dat echt beter is dan de oude techniek. We willen die techniek met gallium 68 tilmanocept PET-CT ook testen in schildklierkanker en speekselklierkanker. En dat zijn studies die op dit moment naar de MHSC gestuurd worden. We zijn aan het denken of we dat ook bij gynaecologische tumoren kunnen toepassen. Op dit moment is de MFBG PET-CT-studie, de pilotstudie die we hebben gedaan bij 20 patiënten in het Prinses Maxima Centrum, is afgerond. En we zijn bezig met een subsidie bij Kika om een vervolgstudie te doen. Om te bewijzen dat die echt veel beter is, zodat we de MFBG-scan kunnen vervangen door de MFBG-PET-CT-scan. We gaan de MFBG-PET-CT ook testen bij pheochromocytomen. Dat zijn tumoren van de bijnieren bij volwassenen. En verder zijn we altijd bezig met het nucleaire team om te kijken of er ook andere nieuwe traces zijn die we kunnen testen voor nieuwe indicaties voor beeldgestuurde interventies. Nou, dat is onderzoek dat ik natuurlijk niet alleen doe. Ik ben veel dank verschuldigd aan mijn nucleair geneeskundige collega's en de radiologen. En dan de radiofarmacie en dan in het bijzonder Alex Poot die alle radioactieve stoffen voor ons maakt. De medisch nucleair werkers en verpleegkundigen die de scans maken en de patiënten begeleiden. En natuurlijk de klinische partners met wie we het onderzoek doen. En voor de endocrine chirurgie heb ik het over professor Menno Vriens. Voor de hoofdhalschirurgie werken we heel fijn samen met professor Remco de Bree. En voor de kinderoncologie zijn de partners met wie we de onderzoeken naar neuroblastoom doen. Zijn Lieve Tijdgat en Max van Oezel. Dit is wat ik met jullie wilde bespreken. En we zijn continu bezig met onderzoek en het verbeteren van de diagnostiek. En dank u wel voor de aandacht. Ja, ik zeg dank je wel. Dank je wel voor jouw verhaal. En we mogen blij zijn als Strategic Program Cancer dat jij echt onderdeel hiervan bent. Je hebt heel mooi laten zien dat je in staat bent, net zoals een idee als een olievlek even te laten groeien over de hele campus Utrecht, ook naar het PMC en ook van het PMC weer terug naar het UMC Utrecht. Maar je hebt ook, en dat is denk ik voor onderzoek en ook voor klinische zorg superbelangrijk, de liefde voor details. Dus details op sporen waar kankers precies zitten, dat is precies denk ik wat wij nodig hebben. Plus de combinatie met innovatie, ideeën, hoe je dat nog verder kan ontwikkelen. Nou, ik zou zeggen, super sterk verhaal. Dank je wel dat je hier bent. En hier blijft, niet naar Rotterdam gaan of zo. En proost, cheers. Proost.